In deze animatie worden de 7 stappen van onderzoekend, ontwerpend en ondernemend leren op kleurvolgorde van de regenboog doorlopen. In lijn met de ontwikkeling en beleving van jonge kinderen zijn de inhoudsleerlijnen van oriëntatie op jezelf en de wereld gekoppeld aan 109 voorwerpen. De leerkracht vult het geheime vak met verschillende voorwerpen die in relatie staan met het projectthema. De rode fase van de verkenner kan beginnen. Op basis van associaties en ervaringen wordt de voorkennis geactiveerd. Welke vragen komen op in relatie tot het voorwerp? Hoe komt het eigenlijk dat het zo warm is in Zuid-Amerika en tegelijkertijd zo koud op de Zuidpool? In het midden zet ik de wereld. Daaromheen komen de woorden die me te binnen schieten als ik aan de wereld denk. Onze hoofdvraag is, waarom gaat de aarde stuk? In de gele fase worden er onderzoeksvragen gedefinieerd passend bij het projectthema. Iedere onderzoeksvraag wordt opgesplitst in verschillende deelvragen. Op deze manier kan ieder kind binnen zijn mogelijkheden uitdagend aan de slag. Zo, iedereen heeft zijn eigen deeltaak gedaan en nu kunnen we de nieuwe informatie met elkaar delen. De randvoorwaarden van coöperatief leren zijn onmisbaar in deze projectmatige manier van werken. Ik ben regisseur van dit project. Iedere onderzoekgroepje kan met een regisseur werken. Iedere keer dat we werken, zijn er taken te delen. In de laatste fase geven kinderen elkaar les. Een optimale vorm om tot leren te komen. Hierbij presenteer ik mijn trotse project van alle kinderen van de Regenboog Wereldkist. En nu de presentaties van hun projecten. Hopelijk kunnen we dan de onderzoekvraag beantwoorden. Ben je nieuwsgierig geworden naar deze projectmatige manier van onderzoekend leren? Kijk dan op www.leskracht.nl of neem telefonisch contact met ons op.